Hier moet je zien, er is een bewustzijnsproject. Klinkt een beetje vaag, maar is het niet. Het gaat erom dat AIO's in de opleiding leren om doelmatige keuzes te maken in de zorg. Dit project wordt geleid door de Universiteit van Maastricht in opdracht van het CGS. En samen met de OORS wordt gekeken hoe in de opleiding meer aandacht kan worden gegeven aan doelmatigheid. Kijk, hier zie je ook zo'n AIO's en die heeft allemaal van die gedachten. Is intraveneuze medicatie noodzakelijk of kan het ook oraal? Zijn al deze onderzoeken nodig of kunnen we er minder doen? Wil deze patiënt überhaupt al worden doorbehandeld? En het is heel belangrijk dat de AIO zelf met initiatieven komt. Want er zijn ook wel bedrijven die dingen bedenken. Maar ja, dat is het toch vaak net niet helemaal. Zoals bijvoorbeeld de IKEA, die had dan iets bedacht voor efficiënte patiëntenzorg met stapelbedden. Best aardig bedacht. Hier zie je ook een aantal voorbeelden die ze hadden. Hier is de Nuprevacy en de Knieprotusentest. Of hier de Ubis, je mag niet buffen, als ik het goed uitspreek. En de Spreekkamer. Of hier EasyMed, waarbij je vluchten kan boeken naar landen waarbij operaties goedkoper zijn. Op zich allemaal heel erg goed bedacht, maar het is niet vanuit de AIO's. En om de AIO's te stimuleren om met ideeën te komen, is er een doelmatigheidsprijs in het leven geroepen. Hier, serieus, dat is geen grap. Kijk, zelfs de aankondigingen van ons doelmatig, hier kost je maar 1 minuut. En er zijn de afgelopen jaren ook hele mooie initiatieven ontstaan, moet je zien. Hier, doelmatigheid bij de buren, ja, super slim, lekker afkijken. Of hier, sms-reminder, super handig. Krijg je gewoon een sms'je dat je een afspraak hebt, of had. Hangt er een beetje vanaf wanneer je het leest natuurlijk. Of deze, digitalisering van brieven, en dan denk je, huh? Kijk even naar boven. Ja, het is echt 2016. Ja, kennelijk kan het in de medische wereld al redelijk snel doelmatiger. Het leuke is, er zijn natuurlijk ook altijd initiatieven die het net niet hebben gehaald. Kijk, je ziet hier een paar voorbeelden van. Zoals deze bijvoorbeeld, waarbij het ziekenhuis actief Twitterberichten in is gaan zetten in communicatie met de patiënt. Op zich is het fijn natuurlijk, je weet direct dat je geen SOA hebt. Maar mijn eigen ziekenhuis is ook bezig met snelle communicatie. Ik heb bijvoorbeeld dit WhatsAppje. Michiel, je bent er beter. Doei. Dit vind ik ook een mooi initiatief om de lichttijd in het ziekenhuis te verkorten. Hij heeft het ook niet helemaal gehaald, geloof ik. Maar wel creatief. En deze ook waarbij een AIO's tutorials maakt voor patiënten om thuis zelf ook kleine ingrepen te doen. Nou, ben je nu AIO's en leer je in de opleiding al om doelmatige keuzes te maken, dan wil het bewustzijnsproject heel graag weten hoe je dat aangeleerd krijgt. Dus of je dat even zou willen mailen om andere opleiders en AIO's te inspireren. Er zit geen prijs aan direct, maar ja, misschien ook wel. Weet ik eigenlijk niet. Ga ik even navragen.